Hele goeiedag allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Vandaag even nieuwe omgeving eens proberen. Leuk dat je er weer bij bent, Ed. Ja, hey, ik heb er zin in. Het is een tijdje afwezig, het is druk op bij de boerderij. Volkstuin. We gaan even lekker zoeken, dus doen we de eerste vondst. Ik heb deze al natuurlijk al gezien. Het is zilver, maar ik doe het even voor de show. Het is een gulden van Willem. Ja, het is een Willempie. Mooie munt. Altijd ben ik op zoek geweest naar die munt, hè? En nu komen ze achter elkaar. Een leuk zilvertje erbij. Het is een Willem 3. Ja. Willem 3 uit 1865. Mooi hoor. Prachtig. Hoppa. Mooi. Willem 3, 1865. Dikke. Mooi ding, hè? Mooi, hè? Lijkt hier een beetje op. Ja. Nou, je het zegt. Doe eens even zo. Met die baard. Ja, dat zou nog best wel kunnen. Kijk nou toch eens die Ed daar zo met het mooie petje op. Hier hebben we ook een zilveren. 1958. Dat is zilver. Lekker hoor. Nou, zilvertje 2. Nu de rijders nog. Zal die hier ook liggen? Ja, die liggen hier ook. Spelletje van vroeger. Dat noemden ze bikkelen. Dat is altijd wel leuk om te laten zien. Ja, voor de rest het is niet veel wat hier te vinden is. Veel lood en koper en onleesbare munten. Dat is wel een leuke. Heel mooi speelgoedpaardje. Heel leuk versierd. Dit modelletje had ik nog niet. Leuk. Echt leuk om te vinden. Hier word je blij van. Een hele hoop dingen, ja. Wat je allemaal op stort vindt, hè. Ja, voor de koper en loodbak. Dus we gaan nou even naar onze oude stek toe. Want ik denk dat het rijkere stort is geweest. De rijke buurt. Want als je kijkt hiernaar, het is allemaal een beetje armoedig, denk ik. Ja, dit zilver dingetje vond Ed nog. Het is wel zilver, maar wat het is geweest. Beetje brakker. Weten we niet. Maar het is wel heel zilver. Absoluut geen corrosie, niks. Het is echt zilver. Nou ja, Ed, op naar de volgende akker, hè? Hey. Ja, daar gaat het eruit. Ja. Zeker weten. Nou. We hebben weer wat leuks om te laten zien. Het gaat om een zegelstempel. Ja. Initiaal zie je er nog een beetje in, maar helaas is deze van koper. Dat is wel een hele oude. Nou, vroeger, wat hadden ze nou ook weer? Een soort lak, ja. Een soort lak. Nou, en dan stempel ze het zo op. Als het lak was nog warm. En dan kreeg je dan de initialen te zien. En zo werden dingetjes verzegeld. Ja, daar kon je zien van wie het was, wie het heeft opgemaakt en zo. Een mooie zegelstempel, leuk. Ja, alleen helaas niet van zilver. Maar dat maakt niet uit. Leuker voor ons weer. Leed. Ik zat echt zelf te denken, oei, ik heb zelf geraakt. Maar nee, het is echt een hele oude breuk. Ja. Ja, het is een hele mooie zegellood, oftewel een staallood. Zonde, hè? Ja. Nou ja. Het is treurig, maar wel een prachtige vondst. Ja. Godverdure, wat een mooi zegellood is dit geweest, zeg. Nou ja, een krotelbel of zo noemen ze dit. Het is gewoon een belletje, maar volgens mij is het een hele oude, want daar is nog heel mooi versierd. Volgens mij is het ook brons. Dat is heel mooi versierd, is hij. Best een grote. Als je kijkt naar de formaat van mijn hand. Ja. Heel mooi om te vinden. Echt prachtig. Je weet, zit het belletje er ook in. Moet thuis even schoonmaken. Het zal leuk zijn als het belletje erin zit. Want dan doet hij het gewoon volgens mij nog helemaal mooi. Top. Leuk hoor. Ik denk dat het een muntschatje is. Ja. Hier zit karton omheen. Volgens mij gewoon knoop. Is knoop geweest. Is opvulling geweest. Ja, is opvulling geweest. Is knoop. Knoop geweest. Ja, ik dacht even een muntschatje te vinden, maar dat was niet zo. Ik heb een fondsie. Dat is volgens mij een medaille. Volgens mij zie je nog het wapen van Utrecht. Ik denk dat het Utrecht is hoor.
Maar ja, die krijg je niet meer goed. Zodra de patina eraf gaat, is het klaar, onleesbaar verklaard. Ik dacht eerst, wow, het zal toch niet waar zijn, weer een dikke zilveren knoeper. Maar nee, het is gewoon een medaille. Nou, leuk. Zo is het, mensen, het zit er weer op, hè. Hey. Het, we hebben weer even lekker gezocht. Zo, en wat een mooi weer hebben we gehad. Ja, mooi weer, ja. In ieder geval, ja, leuk dat jullie hebben gekeken, maar blijf vooral kijken, want hierna is natuurlijk alweer de volgende zoekdag met een samenvatting van leuke vondsten. Dus, nou, in ieder geval voor vandaag, wij gaan afsluiten. Tada! Goeiedag. We zitten weer in een prachtige omgeving, een nieuwe locatie. Er is hier nog nooit gezocht en we weten dat hier stort ligt, want de naastgelegen landen, daar hebben we, nou, die hebben het gezien natuurlijk in de vorige video, daar hebben we best wel veel leuke dingetjes hadden gevonden, toch Ed? Inderdaad, inderdaad. Maar ja, want hiernaast is nog nooit gezocht, dus nu ligt helemaal vol of het ligt niet. Daar komen we nu achter. Tot bij de eerste vondst. Nou, de eerste interessante vondst is waarschijnlijk een bikkeltje. Aan de vorm te zien wel. Oh, hard hier zegt, grond. Boah. Een beetje kleiachtig veen of zo. Heel andere grond dan ik gewend ben. Maar we hebben een eerste leuke vondst. Dat is een bikkeltje. Een oud spelletje geweest. Leuke vondst. Ik zie trouwens een bakje en ik denk dat het van een lonteschare is of zo. Ik zal een voorbeeld erbij plaatsen. Daar zo. Hoe dat eruit hebben gezien. Grappig. Ed, die is ook een keertje live. Leuke vondst gedaan. Leuk, leuk. Volgens mij is haarspel. Ja. En ik vind het grappig. Dat is even kijken, even een close-up. Ik heb het namelijk wel eens eerder gevonden. Toen vroeg ik me ook af wat het is. En dan zeiden mensen dat het een speldje is geweest, vroeger voor de dames, voor het haar. Ja, nou ja, het is nog geen zilver, maar... Ik heb een geinig loodje, met een of andere... Wat kopje erop. Goh. Lijkt me wat. Interessant. Een hele mooie vondst, Ed. Hopen dat de kijkers het meer weten erover. Ja. Het ziet er primitief uit. Ja, inderdaad. Dat zou ervoor gediend hebben. Maar ik wil die ook wel in het zilver of het goud. Ja, dat willen we allemaal wel. Maar het heeft wel alle looks en het zou zomaar op een zilveren munt kunnen, hè, dit. Dit zeker. Ja. Maar ik loop niet te klagen. Nee. Ja, mooi ding, lood, mooi lood ding. Lood is lood, lood is lood. Ja, maar dit zijn wel de leuke dingen om te vinden. Het is wel vitrinekast waardig. Zeker als je een... mooie vitrinekast hebt. Ja, maar ook het complete verhaal hebt van dit ding. Ja. Leuke, leuke vondst, Ed. Ja hoor, daar doen we het voor. Nog een aardig tapkraan erbij. Heel leuke vondst. Kijk, nu gaat het lopen. Nu vinden we achter elkaar mooie dingetjes. En dit is een... 1903. Dat is een volgens mij een hondenpenning. Mooi versierd ook. Leuk. Mooi hoor. Ik heb het verstopt tussen de scherven. Mag je zoeken. Maar kijk. Oh ja, dit is Chinees porselein. Ja, dat denk ik wel, hè. Ja. Maar weet je, het is zilver, ja? Ja, ik zie het ook. Het is zilver. Oké. Godsamme. Ja, het is wel zilver. Oh, ja, dat is waar. Ja, hey, ik sta voor. Ja, maar dit is een Byzantijnse muntfibula. Ja. Fibula? Even kijken, volgens mij hebben we weer een gewicht te pakken. Een blokgewicht, ja. Van lood. Maar hier staat altijd wat in. Gestempeld, een keurmerk. Dat is een blokgewicht. Ik denk een suikerschepje of zo, of een zoutschepje. Ik weet het niet precies. Oh. Wat voor zilver mogen geweest voor mij hoor. Mooi ding, ja. Suikerscheppie. Mooi ding, leuk versierd, maar helemaal wel, helemaal nog. Tin. Ja. Toch vind ik het raar, die glans hier. Zou het verzilverd kunnen zijn geweest? Nee, ik denk het dit, niet. Ik heb het over hier, zie je hierboven. Ja, maar dat gaat mooi glanzen door het gebruik volgens mij. Ja. Gaaf. Nou, die kan gewoon weer gebruikt worden. Ja, bijna wel, hè? Ja.
Leuk, leuke vondst weer. Ja. Ja, we hebben weer een mooie vondst. En dit is nog best wel een hoge kwaliteitje. We praten over speelgoed. En het is nog een leuk dingetje ook. Het is een speelgoedsoldaatje. Tennis speelgoedsoldaat. Oranje tenue met blauw. Geweren hebt hij niet of zo? Hoofd ook niet meer. Hoofd heeft hij ook niet meer. Maar goh, dit is wel weer een leuke. Prachtig hoor. Ja, een... Maar er is ook zilveren soldaatjes. Ja, misschien wel. Hè? Leuk, leuk vond ze weer. Ja. Je ziet het helemaal gekart tussen een kruis. Ik denk dat zelf dat dit van een spel afkomstig is. En ja, ik weet niet zeker. En wie weet wat het is, zou het in de comments willen plaatsen. Apart ding, tapkraantje erbij. Hij lijkt verguld geweest. Er zit best wel een glinsteringetje hier. Dat vind ik wel apart. Dat is een kleintje. Leuk. Dus kun je leuk sparen. Want elk handvaartje die erop zit, is weer anders versierd. Kijk. Dat vind ik weer een heel leuk klein tapkraantje. Nou, net had je dit gezien natuurlijk, dat was net een rondje. Dit lijkt wel een visje of zo. Maar zo zie je maar, elke tapkraan kan weer een andere versiering hebben. Heel kleintje weer, leuk. Leuke vondst. Nou, we hebben dus eindelijk zilver te pakken. Alleen, niet meer heel. Ik heb volgens mij de vorige keer deze ook gevonden. Volgens mij is het een... Ja. Ik durf het niet helemaal zeker te weten. Maar godverdorie, Grasmaaier heeft nog gechapt, hè. Zonde. Nou, gaan die anderen nog even kijken, even zoeken of die er nog bij ligt. En anders dan, jammer. Op naar de volgende. Oeh, ik heb hier een heel breekbaar muntje. Ja, maar het is wel zilver. Zeker weten. Een al zilveren duit. Alleen hij is kapot. Ja. Weer een stukken munt. Zonde. Een zilveren duit. Leuk. Twee stijve stuk. Leuk hoor. Ik wil naar huis. Hij wil naar huis. Hij is er klaar mee. Ik ben om 8 uur aan het spitten geweest en dan had ik banjeren. Echt hè? Is ook. Maar een mooie dag gehad. Ja, een beetje regen nog, dus dat was wel lekker. Regen nog. En ja, we hebben best wel zijn meer te weten gekomen over dit gebied. Ja. Het is een nieuwe omgeving, eerst toestemming natuurlijk. En er gaat misschien nog het een en ander gebeuren. En houden op doog. Houden op doog. Tot de volgende. Zo, broodje erbij. Goedemorgen beste mensen. Goedemorgen. Middag. Lekker, weer? Broodje ei. Broodje ei? Voor de energie moet er hoop gespit worden vandaag. Oké. Nou, goeiedag beste mensen, leuk dat jullie kijken. We gaan weer even vandaag weer stort zoeken. Want we zijn nog lang niet klaar op deze nieuwe omgeving. En we hebben weer een gast mee, Dylan. Goeiedag Dylan. Waar ben je? Ah, daar. Alles goed? Jazeker. Ja? Ja. Heb je een beetje zin in? Beetje, ja. Ja. Ja, we hebben geïntroduceerd. Hij vindt dat zoeken ook wel mooi, hè? Dus, een nieuwe geluksvogel. Ja, dat zou misschien ook nog kunnen, ja. Ja. Ja, zo. Nou, tot op het veld bij deze vondst. Ik heb een leuke vondst gedaan. Een tolletje. Tol, maar zou die het ik nog... Ik hoor helemaal dol. Zou die het nog doen, hè? Waar ligt het? Welk kant valt hij op? Geen idee. Maar hij doet het nog wel. De tol. We gaan nog lang door ook. Ja, toch die kant op. Ja. Schep terug, alsjeblieft. Ik heb hier nog een leuk zeegrootje gevonden. Dat ken je nog niet. 28 met versierde letters. Hierachter staat ook een aardig tekstje op. Iets met zonen. Juliari. Amstep. Nog wat. Een heel leuk zeegrootje. Dit is wel een leuke. Vaak zijn ze niet zo gedetailleerd. Staat er niet zoveel op. Leuk. Moet je even kijken, is best vergaan. Het is een wafelijzertje. Ja, een wafelijzertje. Weer een leuke vondst. Speelgoed, grappig.
Nou, ik vind toch een... Nou ja, heel, heel. Meestal is hij kapot. Ja, een pijpkop vind ik. Nou, die steel was heel lang natuurlijk. We hadden vroeger de rookpijpjes. Dat ligt er helemaal vol mee hier. Dus een stortlocatie. Maar dit is wel een aparte vorm. Een beetje een tussenmaatje. Het zijn niet de grote, het zijn ook niet de kleinste die er zijn. De kleinste zijn natuurlijk veel ouder. Het is een beetje een tussenmaatje. Misschien pak een beetje 1600 of zo. Ja. Eind 1600. Leuk. Ik denk dat ik een zilveren knoop heb gevonden. Het ziet er wel aardig zilver uit. Ja. Zilveren knoop. Wel leuk versierd. Alleen niet meer compleet. Ja, zilver. Ik ga nou twijfelen hoor. Misschien is het wel verzilverd. Maar wel een leuk object weer. Leuk vondst. Ja, wel.